Mevrouw Michels, om maar meteen een onbenullige vraag te stellen. De vrouw zijn van Rinus Michels, hoe voelt dat? Nou ja, kijk, dat gegeven is voor mij niet nieuw. Ik het is natuurlijk zo. Kijk, ik heb Rinus dus al een paar jaartjes in mijn trouwselectie zitten. En kijk eens hier, op een bepaald moment weet je wat je aan hem hebt. Wat de sterke punten van zo'n jongen zijn. Wat de zwakke, waar ze mogelijkheden wel leggen en niet leggen. En probeert u dat eens uit te werken naar uw huwelijk toe? Luister, je weet als vrouw van een coach heb je geen leven. Dat is dus het basisgegeven van waaruit je gaat werken. Punt 2, vraag je je altijd weer af, hoe hou ik hem even lekker elke keer op scherp? Hoe zorg ik dat hij zijn taakstelling binnen het totaal van ons hele huwelijksgebeuren zo individueel mogelijk invult, zonder het collectieve gebeuren uit het oog te verliezen? Mevrouw Michels, dat op scherp houden, hoe werkt u dat uit? Nou, hij blijft op scherp omdat ik hem huwelijkscontracten voorleg van maximaal 1 jaar. Hij moet zich elk jaar weer waarmaken, anders heb je zo'n vrije transfer. Begrijp ik dat de besprekingen voor dit jaar al aan de gang zijn? Ja, een kenner zal u dus nooit worden. Kijk, Rinus is nou op Arnold Muren de oudste die meegaat. Dus kijk ik eerst eens aan wat hij op zo'n EK doet of wie vormbehoud toont. Oh, dus uw huwelijk hangt af van zijn presteren in Duitsland? Dat is in grote lijnen dus wel de implicatie, ja. Ligt die leuke resultaten op de mat, dan plak ik er nog een jaartje aan vast. Maar anders moet ik gaan investeren in jongens met meer potentie. Ik denk aan een Aartje de Mos of een Guusje Hiddink. Dure jongens, maar ze hebben qua fysiek toch ook wel wat in huis, niet? Ja, het is misschien een onbeschofte vraag, maar ja, dat hoort ook tot mijn taakstelling. Hoe zit het met uw nachtelijk huwelijksleven? Is Rinus nog wel gretig genoeg? Ja, binnen ons seksgebeuren ben ik met Rinus ook tot bepaalde taakstellingen moeten komen. Want kijk, daarvoor was het zwoegen. Hij liet de bal te weinig het werk doen. Dus, als ik het goed begrijp, komt er een ander Michels-concept. Huwelijk is geen oorlog meer. Nou, ik heb Rinus zo ver gekregen dat hij het concept van ruimtedekking liet vallen. We lagen in bed, soms allebei tegelijk buitenspel. Nu doen we het vanaf een verkleind speelveld met gesloten bevrediging. Rinus verzorgt een stuk mandekking en ik geef hem de ruimte door de gaten te trekken. Dank u wel.